500 jaar geleden werd er op de plek van het politiebureau een kasteel gebouwd. Voor de Oost-Friese graaf Edzard. En daarmee verloor Groningen haar onafhankelijkheid voor het eerst in de geschiedenis. Maar dan vraag ik me af of er van die historisch zo belangrijke persoon ook nog herinneringen in de stad zijn. Hier op deze plek aan de Radenmarkt, op de plek waar nu het politiebureau staat, daar werd precies 500 jaar geleden de laatste hand gelegd aan het kasteel van graaf Edzard van Oost-Friesland. En dit is een fantasieschets die is gemaakt aan de hand van de resultaten van archeologische opgravingen en van historische bronnen. Een belangrijke historische bron was een kasboek wat werd bijgehouden in die periode. En daaruit blijkt dat er tussen mei 1506 en zo rond deze tijd, 1507, gegraven en gebouwd werd aan dat kasteel. Later is er nog een betere schets gemaakt. Er blijkt dus dat er een gracht omheen was en ik sta hier zo'n beetje op de plek waar de ophaalbrug was. Er waren ook wat torens. Nou, dan gaan we daar eventjes kijken. Het was een enorm kasteel, want het liep wel ongeveer tot hier. Bestond overigens voornamelijk uit wallen en in die wallen enkele torens. En dan moet hier zo ongeveer de grootste toren zijn geweest. Dat was ook logisch, want dit was de hoek van de stad. En hier zou het gevaar te verwachten zijn. Nou, dit kasteel was heel bijzonder, want het was de eerste keer dat Groningen, dat de stad, een landsheer accepteerde. Dus eigenlijk de onafhankelijkheid opgaf, 500 jaar geleden. De stad Groningen was eind 15e eeuw op het toppunt van haar macht met zeggenschap over het hele gebied tussen Zuiderzee en Eems. Vanaf 1498 werd deze positie bedreigd door de hertog van Saksen. Om zich uit de hachelijke situatie te redden, zocht de stad steun bij een bondgenoot van de hertog, de Oost-Friese graaf Edzard. De stad was omsingeld door de troepen van de hertog van Saksen en Edzard deed mee aan die blokkade. Er was een hongersnood door ontstaan in de stad. Maar toen begonnen er onderhandelingen tussen Edzard en de stad. Edzard besloot over te lopen. Maar in ruil daarvoor eiste hij van de stad dat hij een kasteel kreeg daar. Tegen de hertog van Saksen zei hij ondertussen dat hij de stad zou gaan beheersen in naam van de hertog. En die trapte erin. En op 1 mei 1506 vond de plechtige intocht van Edzard in Groningen plaats. En nou hebben ze hier in het Universiteitsmuseum iets dat daaraan herinnert. Hier in het museum is iets heel bijzonders. En dat is dit. Een plaat
van de intocht van graaf Edzard in Groningen. Dit is graaf Edzard te paard. Nou is die plaat niet 500 jaar oud. Nee, deze plaat is uit 1879. En de personen die hier zijn afgebeeld, dat zijn studenten van Vindicat. Die speelden graaf Edzard en zijn gevolg. Het was namelijk een maskerade. Tussen 1814 en 1914 was dat gewoon dat bij elk lustrum van de universiteit de studenten van Vindicat een historische gebeurtenis naspeelden. En die van 1879 was iets groots. We hebben hier allemaal foto's van die lustra en hier zit die van 1879 in. En ook nog ander materiaal van dat lustrum. En dan blijkt dat 1879 heel groots werd uitgepakt. De commissie die het voorbereidde, de maskeradecommissie, die liet er geen gras over groeien. Nou, er zaten ook later zeer vooraanstaande mensen in, zoals J.A. Feit, de latere archivaris. En die gingen historisch onderzoek doen. Ze gingen er zelfs voor naar Oost-Friesland toe, om te kijken wie deze Edzard was en hoe het allemaal geweest was. Nou, en dan was het zover. En dit is allemaal materiaal van toen. Dan heb ik hier ook de feestwijzer van de maskerade. En daar staat helemaal het programma. Ze hadden de Poelenpoort hadden ze nagebouwd. Door die Poelenpoort kwam de optocht binnen. En dan blijkt dat er heel veel mensen meededen. Uiteindelijk totaal wel 129. En van heel veel van die personen staat ook erbij wie die rol speelde. Dan heb ik hier Edzard. Edzard Sirksena, zoals zijn achternaam was. To Greetsiel, Nordenberen, Aurich enzovoorts. En hij werd gespeeld door W. Albeda van Ekenstein. Dus een adellijke persoon speelde ook deze adellijke graaf. Nummer 70. Nou, er zijn er ook foto's. En dan, wat al die studenten die belangrijke rollen speelden, lieten zich fotograferen. Nou, dan moet hier. Moet ook het fotootje in zitten van onze hoofdrolspeler. Ja, hier. Dit was hem. Graaf Edzard. Oftewel Albeda van Ekenstein. Dat waren plaatjes van graaf Edzard in de persoon van Albeda van Ekenstein. Nou ben ik benieuwd of er ook een portret van graaf Edzard zelf in de stad is. En daarvoor ben ik hier in het Groningen Museum. Ja, in het depot. Klinkt mooi. En dan zie ik daar een S, waarschijnlijk van schilderijen. Hi. Goedemorgen. Goeiedag. Hi. Hallo. Ik vroeg mij af, want je hebt hier allemaal schilderijen, of er ook een schilderij is van graaf Edzard van Oost-Friesland. Volgens mij hebben we daar een portret van, maar dat ga ik even opzoeken. Oké. Okay. Yeah. Een heleboel Edzards van Middelstum, van Menkema. Starkenborg, maar dit moet de goede zijn. Graaf Edzard de Eerste van Oost-Friesland. Het is een 18e eeuwse kopie naar een schilderij dat hangt in het museum in Oldenburg. En daar wordt het toegeschreven aan Lucas Cranach. Maar daarna hebben wij hier dus een 18e eeuwse kopie hangen. En wie dat gemaakt heeft, is dat ook bekend? Dat is niet bekend. Okay. Er staat ook bij waar hij is en dat is hier in dit depot? Als alles goed is, hangt hij aan rek 7b.
Ja! De graaf. Dat is hem. Dat is hem. Edzardus. Misschien kunnen we hem even uithalen. Is dat een probleem? Dat kan. Ja? Dan moeten we wel even handschoenen aandoen. Oké. Ja, dat is hem. Dat is ook wel leuk, die informatie die erbij staat. Geboren in 1462, 15 februari en gestorven 1526, ook op 15 februari, dus op zijn verjaardag. Heel triest. Ja, toen Edzard in de stad binnenkwam, toen liet hij de burgerij van de stad de eed van trouw zweren aan hem. Ze zouden hem dus trouw blijven. Prachtig. Toch iets van Edzard in de stad. Erg lang duurde die trouw van de Groningers aan Edzard niet. Want in 1514, toen de stad opnieuw bedreigd werd door de troepen van de hertog van Saksen, en Edzard in de ogen van de Groningers te weinig steun kon bieden, stapte ze net zo gemakkelijk over naar een andere landsheer, een andere vreemde landsheer, de hertog van Gelre. Oké, bedankt. Graag gedaan, tot ziens. Het stadsbestuur vroeg graaf Edzard hen te ontslaan van hun eed van trouw. Edzard wees de stadjes erop hoeveel het hem had gekost om hen 8 jaar eerder te helpen. Hij was zwaar teleurgesteld over zoveel ondankbaarheid, maar zag wel in dat hij tegen Gelre niet op kon. En Edzard zei, welaan, ik ontsla u van uw eed en wens dat gij onder den hertog van Gelre gelukkiger moogt zijn. Dat zei hij op 2 november 1514, volgens dit boekje, met de geschiedkundige aantekeningen bij de maskerade van Vindicat. Nou, en nog geen 14 dagen later begon de afbraak van Edzards kasteel hier, waar nu het politiebureau staat. Het lijkt erop dat er niks over is van het kasteel van Edzard. Want met de stenen werden toen een A-poort en een steentilpoort opgebouwd. Maar ja, die zijn ook al weg. Maar er is misschien toch nog iets. Want volgens de historische bron werd het houten geraamte van de kanselarijen, dat was de bibliotheek van Edzard, naar de overkant gebracht. Dat was hier in 1517 en het werd gebruikt voor de bouw van het Antoni-gasthuis. Dus misschien zijn die balken nog wel van Edzard geweest.